Ik ben Hans Huisman. Ik vlieg samen in combinatie met mijn vader Gerrit, mijn oom Tijmen en mijn zoontje Lian in combinatie in IJsselmuiden. Wij vliegen voornamelijk Vitesse, Midfond, Jong en Natour. We spelen geen dagfond. We hebben ervoor gekozen om ons specifiek op één bepaalde discipline te richten. En dat doen we verdienstelijk. Wij spelen dubbel wetenschap, dus zowel met doffers als met devinnen. In totaal hebben wij 24 bakken. Dus dan spelen we dus in het begin, eigenlijk proberen we altijd met 48 duiven te spelen. Jonge duiven spelen we ongeveer met een 50 à 60 jonge duiven in het begin. Jonge duiven worden gekweekt bij mij in Dronten, waar ik woon, met mijn gezin. Daar hebben wij ongeveer 18 kweekkoppels. Wij kweken niks uit de vliegduiven. Daar hebben we eigenlijk ook niet de ruimte voor om meerdere duiven van te kweken. Wij kweken alleen jonge duiven uit de kwekers, omdat wij het hok niet zodanig groot hebben om meerdere jonge duiven uit te halen. We hebben in totaal 18 kweekkoppels en daar kunnen we voor 2 rondes kunnen we eruit uitkweken. Enkele koppels willen we nog wel een derde ronde uithalen en dan hebben we het hok eigenlijk al vol. Gerrit, we zijn hier in het hok van jonge duiven. Ik zie dat je er veel mee bezig bent. Ja, ik vind het hartstikke leuk om mee bezig te zijn. Dat vind ik in wezen in het voorjaar ja, minder, omdat je zit met het verduisteren. En dat vind ik toch aan de ene kant, je moet verduisteren, maar met het samen zijn met de duiven is het dan minder. Maar ja, ik vind het gewoon, ja, ik ben in wezen, iedere dag ben ik minimaal, ja, 6-7 uur met ze bezig. Het is gewoon genietend zo. Ja. Wat dat betreft, jongens, ja, ik zit nu al lang eerst met mijn vader en zo en mijn broer in, nou, zeg maar een kleine 60 jaar zit ik gewoon al in de duivenwereld. En, ja, en altijd met even plezier. Ook toen het jaren, ook met hardvliegen, maar toen het ook wel jaren gehad dat het niet zo goed ging qua vliegen, had ik heel veel plezier erin. En dat is toch wel het belangrijkste. En ook het samen zijn met de duiven, ja, dat is gewoon het mooiste wat als er is. Kijk, en ja, gewoon, ze komen graag naar me toe, want wilde duiven heb ik niet. Daar heb ik zelf een gruwelijke hekel aan. Want ik moet zo verder alles met ze kunnen doen. Ze hoeven heus niet in de handen te lopen, maar ze moeten ook niet als een gek wegrennen. Dus ja, geef mij komen ze ook allemaal zo naar je toe. En ze zijn natuurlijk altijd weer een beetje gek op een snoepstaartje. De meeste duiven kun je dan mee, toch wel meer extra mee verwennen. Wat je zei, ik ben 6-7 uur per dag met die duiven bezig. Hoe ziet dat er hier uit, zo'n dagindeling? Ik begin met 's morgens, rond ja, wanneer het hartje zomer is. 'S morgens, zeg maar, tegen 8 uur heb ik eerst de jonge duiven los. En als ik de jonge duiven erin heb, dan gaan de doffers los, zeg maar rond een uur of 9:30. En daar ben je dan ook zeg maar een 5 kwartier, 1,5 uur mee bezig. En dan gaan de devinnen los. En als die erin zijn, ja, dan kun je andere dingen doen. Maar 's middags, zo rond een uur of 3, gaan de jonge duiven weer los. En als die erin zijn, dan gaan de doffers eruit. En dan later weer, rond een uur of 6, de duivinnen. Ja, ben je de 6-7 uur mee bezig? Ja, indirect ben je de 6-7 uur mee bezig. Ja, het lijkt als wel professioneel, maar ik vind het leuk om te doen. Het is gewoon genieten. En als je dan op een gegeven moment de resultaten naar zijn, dan is het dubbel. Ja. Had je zo'n tand toen je nog moest gaan werken? Toen kon ik ook heel veel wel mee doen. Ja, toen was het ook tand. Ja. Want dat vind ik toch wel een voordeel dat ze zo tand zijn. Het is gewoon gezellig zo. Om zo dan met de jonge duiven bezig te zijn. Dat is hetzelfde als met de doffers hoor. Dat vind ik ook gewoon gezellig, want als je op een gegeven moment ook een snoepzaadje geeft en dan in het gegeven dus in de bakken en dan even met ze stoeien. En dan lekker zo. Ja, de een doet het wel, maar je hebt zoiets bij, die doen het niet. Maar ik vind dat, ja,
om dan echt mee, ja, mee te spelen zo, ja, dan is het mooiste wat er is. En daar kan ik ook uren mee bezig zijn. We staan hier voor het duivenhok. Het hok is ongeveer een meter of 8 à 9 meter lang. Het hok is verdeeld in 3 afdelingen. De eerste afdeling aan de rechterkant zitten de dolvers, 24 bakken. Vervolgens hebben we hier aan de linkerkant hebben we de jonge duiven. En de jonge duiven hebben we ongeveer een pakkenweg 50 à 60 jonge duiven waar we mee kunnen vliegen. En daarnaast zitten de weduwdervinnen. En hier trainen onze weduwdervinnen gewoon door de week. Hier gaan ze eruit, hier gaan ze ook weer naar binnen. Vervolgens bij de wedstrijden gaan ze bij de weduwnaars gaan ze gezamenlijk binnen. Het hok is ongeveer voor de weduwdervinnen een afmeting van rond de 1,20 meter bij 2 meter. En er zitten dus 24 weduwdervinnen in. Dit is ze dan, de eerste nationaal Wie is ze beter op de Vitesse. Het is de 312. We noemen haar Luna. Ze is van 2019, een 2-jarige dervin. De vader van Luna, de 12, komt rechtstreeks bij John van Heel vandaan, uit Mariahoop. Uit zijn beste lijnen, waaronder de Belge voornamelijk zit daarin. En de Super 67 van John is de vader, is zeg maar de grootvader van Luna. En er zitten ook Jos Goessen lijnen zitten erin. En van moederskant is Tess. En Tess is een volle zuster van de Olympic Willy. En Olympic Willy en Tess zitten voornamelijk de lijnen in van Edwin Hoogland uit het Loo, Oldebroek. André Kremers uit Tudderen. En Ronnie Kalte en zijn vleugje Marcel Sangers zit erin. Dus de beste lijnen van alle afgelopen jaren die wij gewoon goed hebben mee kunnen presteren. En al hun broers en zusters ook van Luna doen het fantastisch. De toekomst is voor mij persoonlijk, hoop ik nog heel lang de duivensport te kunnen beoefenen samen met mijn vader. Dat vind ik het allermooiste, omdat als familie zijnde dat te kunnen doen. Maar als je het echt over prestatie gericht, ik hoop gewoon elk jaar gewoon bij de kampioenen te kunnen behoren. Dat kan een regio kampioenschap zijn of afdeling. Maar een nationale kampioenschap, NPO, dat lijkt me ook wel erg geweldig. We zaten dan 1 keer bij de Midfonds, zaten we dichtbij in 2017 met de 4e nationaal op de Midfonds. Dat was al een hele bijzondere ervaring voor ons. Nou, als dat verbeterd kan worden, dan zou ik dat geweldig vinden. Dit is een duif. Voor mij is het een Barcelona. Ja, Barcelona. De Selena, eerste getekende. Een jonge duif die goed wegtrekt, goed gezond is. Die kan makkelijk 1 keer 200 kilometer of een sprong van 100 naar 400 kilometer. Een duif moet zelf kunnen kiezen wat hij nodig heeft. Dus ik wil dat hij alles is. Hij mag geen tekort hebben. Het ventilatiesysteem staat eigenlijk uit 2 onderdelen. 2 ventilatiesystemen in 1. Ik heb ontzettend hekel aan antibioticum, dus ik wil het liefst helemaal geen antibiotica gebruiken. Als je kijkt vanaf 2014, elk jaar binnen de top 10. En vaak 2 duiven in de top 10. En dat op de verste afstand. Dat is toch gewoon heel bizar. Ja, nog 1. Het is een kleinzoon van Silke.